Dat wou ik altijd eens een keer doen. Ik zei net in die vorige video van die tweets van een tijd geen video's maken, kijken of we weer tijd hebben. Maar als we eenmaal met zijn hell of a drug aan de slag gaan, dan gaan we weer aan de slag. Hè? Kleermakerij, bespotting, dus gaan we werken. Deze video iets veel serieuzers. Kleding, misschien wel het hele leven, heeft heel erg te maken met verhoudingen. Dus hoe je met elkaar omgaat, et cetera. Dat is belangrijk in deze handelen. Dat is wat bespoke is. Dus een gesprek tussen mensen. Je moet elkaar begrijpen. Je moet vertrouwen zijn. Dus give and take. Eerste pak is nooit je perfecte pak. Je gaat een relatie aan. Het is net als een huwelijk. En goede huwelijken zijn de huwelijken waar ruzies ertoe hebben geleid. Dat je elkaar inzichten geeft. Dat kan je van elkaar accepteren. En zo groei je door. En ja, slechte huwelijken zijn de mensen die zeggen van, ik heb verkeerd aan mij, weet ik veel. Jij bent niet voor Extinction Rebellion en ik wel. Die liggen hier regelmatig voor de deur. Op de kruisingen, niet bij mij voor de deur. En die gaan dan uit elkaar. Oké, genoeg onzin weer. We gaan eens kijken naar proporties. Want stijl heeft te maken, dus male attire, heeft zo'n two pillars eigenlijk. Dat heb ik uit dit boek, Dressing the Man. Zoals je ziet, goed gelezen, half doorgenomen, dat is studie. Het heeft te maken met kleur en proportie. Dus we gaan het nu over proportie hebben. Hoe kwam ik daar nou op? Ik zat van de week met mijn collega hier achter naar wat tekeningen te kijken. Voor een klant van ons atelier om dingen dan verder uit te werken. Dus bijvoorbeeld een dergelijke tekening. Dobbelbreast pak moesten gemaakt worden voor een klant getrouwd in Ethiopië. Aardige vent. Sta je nog op beeld ook, ik zal je naam niet noemen. En ik zit naar die tekening te kijken en kijk met me mee. En ik denk, er klopt geen reet van, om het zomaar gewoon te zeggen. Er klopt helemaal niks van. Toen dacht ik, oh, die tekening ooit snel gemaakt, weet ik veel, van computers, et cetera. Ik kan alleen maar praten en kleding maken. En dan ga je zien van, hé, die verhoudingen, die proporties kloppen totaal niet. Hopen dat ik het je kan verduidelijken. Dus je ziet hier bijvoorbeeld op deze oude tekening, die was nog genoteerd van die klopt. Ja, zitten hier 4 knopen beneden. En deze zitten hier. Maar bij een dubbelbreasted horen die 2 knopen letterlijk op tepelhoogte te zitten. En die andere knopen, die horen hier en hier te zitten, ten hoogte van de zak. Dus als we dit aanleveren naar het atelier, naar de meeste kleermaker, don't worry, dat pak komt goed. Die weet, oké, ik moet het zo maken en ja, die weet hoe die zijn peper en zout moet doen. Maar het klopt niet en het geeft dus aan van wat je hier anders kunt doen. En dan ga je dus verder kijken en zie je, er zitten nog veel meer flaws in. Bijvoorbeeld, dit zou kunnen, blijf bespoke. Maar als je dit ietsje verder weg doet, dan krijg je een heel ander soort verhouding. Nou, we hebben hier dus wat proeftekeningen gemaakt. En dan ga je dus verder kijken. Dus kijk, hier zie je al ten opzichte van die andere tekening. Ik ga het nu ook even losgeuren. Van... Ik zet hem even anders in beeld. Later, misschien handiger. Van, hoe zit dat nou? Kijk, hier zie je dus dat die lijn bij die schouder, die loopt dus hier precies vanuit die schouder. Hier loopt hij iets meer naar de zijkant. Daardoor is hij iets breder en dan komt die verhouding gewoon beter uit. Zie je, dit stuk is groter, dus eigenlijk moet hij wat kleiner zijn. Hé, die knoop hier, die zit op de hoogte van de zak. Hier zit hij eronder. Dat is fout. Ja, als je het zo wilt, dan kan het. Maar laten we het gewoon een goede groentesoep maken. Niet iets heel exotisch per se. Deze knoop hier, die moet dus ook in een bepaalde proportie zitten. Dus ook breder. Want omdat die hier zo smal is, zitten die knopen ook veel te dicht op elkaar. Hey. Je ziet dus achter kleermakerij en ontwerpen van kleding in general, dus niet alleen een dubbelbreasted pak bij ons, zit heel veel knowledge. Waarom? Het moet, dat kledingstuk moet in verhouding zijn. Dus die knopen, hoe het zich verhoudt ten opzichte van, weet ik, van een revers, een zak. Maar daarna nog de vraag, hoe ga je zorgen dat het zich verhoudt naar het lichaam en de draagwensen van een klant? Dat is een vak, daar ben je mee bezig. Daar betalen mensen dus uiteindelijk. Een kleermaker en de organisatie die erachter zit voor. Je bent nooit alleen. Hè? Nou, zijn we dus verder gegaan. En dan ontdek je hier dus ook, omdat die zo laag is, krijg je een hele rechte revers. Dat is niet zo mooi. Als je hem namelijk zo zet, kan je wat mooier welvend aanzetten, waardoor dus inderdaad die borstkast gespierder uitkomt. En die schuine lijn zorgt er dus voor dat je slanker bent. Een goed gemaakt dubbelbreasted pak is het meest afslankend wat er bestaat. Oké, dus gingen we nog eens verder kijken van, hé, wat gebeurt hier nou weer? Even kijken, wat hadden we hier ook alweer ontdekt? Juist, dat is dus inderdaad... Hier zie je dus, nou oké, dat is een vergelijk, sorry, even goed kijken, excuseer mensen. Hier zie je dus die meer curvende lijn. En hier heb je dus die rechte lijn. Het zou dus beide kunnen. Kwestie van smaak. Wel goed om even goed te visualiseren. Dus we gaan dit weer gebruiken online om mensen te inspireren en te laten zien wat kan.
van hoe valt dat uit? Oké. Nou, deze heb ik dan gezegd. Hij is goed. Want hier ga je dus naar een... Hé, hey, is dat niet hetzelfde? Nee. Kijk, dit is ook het leuke. Vanuit ABC kan je het hele alfabet maken. Hier zie je dus klepzakken. Hier heb je well pockets. Hier hebben we deze zak weggehaald. En wat je hier dus ook ziet, is dat deze sluit op de onderste knoop. Dus dat is iets meer Londen-stijl. Aan de andere kant, in Italië doen ze het ook veel. Geeft toch een heel andere look, hè? Hier heb je dus echt het klassieke kapiteinspak. En hier heb je zeg maar meer zo'n Napolitaanse snit. Noemen ze wat? Firma Rubinacci doet dat veel. Nou, ik denk niet dat ik zoveel views als meneer Luca ga krijgen. Nou, zo doe je dat. Dit was gewoon even om te laten zien hoe dat zich ontwikkelt. En ook bijvoorbeeld, ja, zo'n klep wel of niet buiten. Nou, wat doet dat? Het geeft een bepaalde look. Ongetwijfeld heb je een idee van gevoel erbij. Of je denkt, wat lul je vindt, dan maar ook. Dan blijf kijken en klikken, zou ik zeggen. Dat is goed voor de handel. Ga ik je nog wat laten zien over verhoudingen. Het is vandaag de dag van de rechtszaak van Glennis Grace. Die verhoudingen zijn iets minder. En er valt achter een trap om. Het is een pak met een reut. Dus ook een patroon moet aansluiten. Ruiten zijn altijd de pinnacle van pakken maken. Je hebt meer stof nodig. Die dingen moeten matchen met elkaar. Is gewoon moeilijker, is duurder. Daarom zie je het minder in de winkel. Dus dat is wel veel stijlvoller. Dit is trouwens over qua rolstof voor een driedelig pak. Dus in dat opzicht kan je ook nog, het is een mooie term tegenwoordig, fair trade en sustainable bezig zijn. Dus erg weinig reststoffen. Dus ja, een investering in een pak zorgt er ook voor dat je het pak langer draagt, minder vervuiling, et cetera. Ik weet niet of mensen hierin gaan trappen, maar wie weet. Dit is een pak voor mijzelf gemaakt. Hierin, in deze stof. En ik heb de meest quirky, vage, lelijke schouder ter wereld. Eén moment staat hij zo, andere moment staat hij zo. En het ding staat ook nog helemaal gedraaid. Dat komt door die woeste spieren van mij, denk ik. Ik weet het niet. Altijd is er bij mij, want ik draag graag ruiten, altijd is er shit. Als je het bij mij goed kan krijgen, dan you good. Laten we eens gaan kijken of we dat goed hebben gedaan hier. En ik ga je nog iets laten zien. Want patronen en strepen die aansluiten, dat kan binnen de mogelijkheden die de natuur biedt. Dat zijn ook weer verhoudingen. Want de een zijn rug loopt zo, de ander loopt zo. Afhankelijk van hoe die stof is, kan je sommige dingen wel en niet doen. Laten we gaan eens kijken. Het begint hier beneden. Dat heet een voorpand. Kijk. Hier zie je het patroon. Volg van mijn vinger. Hé, hey, kom je bij die zak. Pats, die gaat er mooi in over. Nou, dan zou je dus kunnen zeggen zelfs dat deze bies op een bepaalde manier wordt geplaatst. Ik hou ervan als het zo wordt gedaan om wel te laten zien dat het een zak is. Maar zoals daar kan je hem helemaal door laten lopen. Gaat hij door. Tik, 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 tik. En door en door en door. Gaat hij naar die borstzak toe. Ja, dat is weer een opmerking van mij. Ook veel van onze klanten dragen een pochet. Dude, give me a break, man. Je hebt een mooie aansluitende borstzak en dan een snotlap van zijde ingooien met een bloem. Oké, als jij dat wilt. Dat zegt trouwens iemand die met een overhemd met herfstblaadjes zit. Niemand heeft het zover goedgekeurd, mijn overhemd. Dus je moet confident zijn. Gaan we hier eens naar dat refer toe, want daar zie je dat ook weer in. Het gaat dus om die lijnen die moeten connecten. Ruiten bestaan uit lijnen, dat lijkt me logisch. Je ziet dat refer. Dan zie je die ruit ook weer aansluiten. Maar dat zie je ook hier. Binnen de mogelijkheid natuurlijk. Je kan hem gezien de breedte van die stof niet perfect om laten aansluiten. Dus dan kies je er in ieder geval voor dat één kant aansluit. Want wat is nou zo heel belangrijk? Een ruitpak of een streeppak is niet druk. Totdat die lijnen niet meer aansluiten. Het moment dat zo'n patroon aansluit, heb je juist rust voor het oog. Dat is de magie van dat soort kleding. Dan zeggen mensen altijd, ja, dan moet je op de schouder kijken. En dat, daarom noemde ik dat net al. Kijk, dus aan deze schouder van mij. Hier. Boom, 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 boom. Perfect. Maar omdat die andere schouder even gefrikt is bij mij, kan dat gewoon niet. In ieder geval niet met deze ruit. Dus hier zie je dat die wel aansluit. Maar hier, omdat ik dus een verschil in mijn schouder heb, sluit die niet aan. Dat kan gewoon niet anders. Ja, ik kan dit wel naar elkaar toe trekken, maar dan is de pasvorm dus weer minder. Dus zo zou je ook nog een concessie kunnen doen. En dat je iets met, weet ik veel, padding of zo eronder gaat werken. Zie je, hier sluit die aan, maar hier dan niet. Ja, dat is dan maar de imperfectie die perfect is in de natuur, om het zo te zeggen. Hier sluit die weer schitterend aan. Zo ga je. En wat dan het allerbelangrijkste is eigenlijk om te checken. Vaak met die hele nek verkeerd. Dit is dus de nek. Kijk gewoon van achter. Boom. Dit. Dit vind ik belangrijker en dan lever ik maar in op het feit dat hij op één stuk van de schouder niet goed zit. Dit geeft dus rust voor het oog.
understated confidence. Hè? Dat is die term die ik vaak gebruik. Nou, dan kan je dat bijvoorbeeld ook bij de broek zien. Nou, het gilet, hetzelfde verhaal. Hè? Dat is dan wat makkelijker omdat je minder stof nodig hebt. En deze is zonder canvas gemaakt. Dus bezig gewoon een lapstof met een stuk voering erin. Zelfs wel een grappige wat ik hierin heb gedaan is. Het is double breasted, zoals je ziet. En dan hebben we hier dat, wat is het, 3-roll 2 of 2-roll 3, weet ik veel. Dus een V-knoopsgat of een echt knoopsgat gemaakt. Maar die wordt nooit gedragen. Ja, waarom zou je dat doen? Omdat het kan en omdat je ervoor kiest. Daarom. Kijk, Parisian Gentleman, dat blog, interessante stukken overlezen. Niks nadelen van Hugo, maar stop met die onzin commerciële video's van je maat. Hou het lekker bij dat blog. Gaan we naar de broek toe. Ik heb natuurlijk woeste billen, om het zo maar te zeggen. Dus ik heb hier ook weer wat vintage gedaan. Nou, trouwens, ik heb met mijn broek altijd rare dingen. Meestal zie je dat zo'n binnenkant, weet ik veel, dat je ziet dat een beetje lichte stof is meestal een teken van oké, ze willen snel dat je een nieuw pak koopt, want dat is net als een wit t-shirt, dat is snel geel, et cetera. Vooral bij de billen en de kloten, om het zo maar te zeggen. Er wordt toch wat warmer. Geeft af. Ik heb de binnenkant van mijn broek meestal in een andere kleur en preferably een kleur van een, of gemaakt van een monnikspij van een boeddhistische monnik in Azië. Dan heb je nog wat kleuren, dat is een soort van fetish van mij. Dit moeten we nog even netjes gaan maken, zo gezegd. En hier heb je zo'n fishtail, dus zo'n ding dat omhoog gaat. En dan van die knoopjes voor je bretels. Ik heb niet eens bretels, maar ik heb er wel altijd in zitten. Dat moet ik voor deze broek wel aanschaffen. Dus mensen nog goed adres hebben al gezien van Albert Thurston, dan hoor ik het graag. Maar kijk, je ziet het hier, hè, bij die pocketing. Pap, 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 bam, bam, bam. Hier ook. Dat sluit aan. Dat vloeit mooi door. Hier ook die connectie. En dan zie je hier ook weer een klein stukje imperfectie. Zou je eventueel kunnen tweaken. Dat zou je met, als je het stoomt, kan je het naar elkaar toe trekken. Maar ook daarbij, mijn heup, vandaar dus ook die schouder, die zit ook weer een beetje scheef. Dus misschien moet ik gewoon maar geen ruiten meer doen, maar voortaan het anders doen. En dan zou je hier kunnen zeggen, ah, maar Jean-Paul, ik zie een grote error. Ik weet niet of dat een error is, een beetje zoals ik het gewoon wil. Want ik wil namelijk wel dat je de broekband echt ziet. Anders zou je hem net zo goed zonder broekband kunnen doen. Snij hem gewoon uit één stuk stof. Dus dan doe je niet een stuk erop, maar doe je hem in één keer. Want hier zou hij ook nog aan kunnen sluiten. Dat kan. Kan je ook nog vervangen en hem alsnog doen. Maar dan heb je gewoon nog meer stof nodig. En stoffen, dit is een, wat is het, Checkers van Holland Sherry. Dat kost wel wat. Super 130 stof die, wat is het, mild of brushed is. Voldoende. Dus dit was even een stukje over verhoudingen in kleding. Eén van de belangrijkste dingen, dus... Nogmaals, kleding heeft echt met twee dingen te maken. Kleuren en met onderlinge verhoudingen. En daarom zou ik aan ieder die ja, dat interessant vindt, één adviseren. Koop dit boek, Dressing the Man. Al die andere boekjes, Gentleman, et cetera. Ja, een beetje onzin, maar oké, dat is mijn visie. En er is één ding wat je ook eigenlijk heel goed kan doen. Want Nederland was eigenlijk het land wat de meester was in dit soort dingen. Dat is gehoord van onze Piet Mondriaan en dan in het bijzonder MC Escher. Escher is echt een badass, waar je ja, de mooiste dingen ziet. Ga eens naar het museum, google dat eens een keer en kijk eens hoe dat soort dingen werken. Goed, ik begin met de kletsen in de leegte. Dit was even een nieuw pak van mij, zullen we binnenkort nog eens helemaal doornemen. Ik wens je het allerbeste en de mazzel. Ciao.